En wat zijn zijn familie? De familieboekjes. Vader en moeder Boekjes hadden een boekenwinkel, de Bookshop. Omdat zij altijd zo druk zijn met de boekenwinkel, besluiten ze er een weekendje tussenuit te gaan. Vrouwen, al die koffers! Schat, leg je deze ook nog even in de auto? Ja hoor! Er moet nog meer bij hoor! Dit is niet goed meer! Maar ja... Hey, wat doen jullie? We gaan een weekendje naar Frankrijk! Yay! Yeah! En nee, we gaan niet mee, daar is echt geen geld voor. Maar wat moeten we dan doen? Jullie moeten op de Bookshop gaan passen, want die loopt al zo slecht. Kom schat, we gaan de laatste koffers halen. Is goed. Dat hebben we net al gezegd. Maar dat willen wij niet. Nee. Ja, dan hebben jullie weg. We gaan. Het houdt niet vanzelf. Het houdt niet op, niet vanzelf. De ouders zijn op weg naar Frankrijk, terwijl de kinderen in een winkel wachten op klanten. Wat duurt dat lang? Er is nog niemand. Wat zouden wij moeten doen? No. Hé, hey, ik heb een idee. Wat dan? We zijn nu toch de baas van de boekenwinkel? Ja, dus? Wat bedoel je? Nou, als wij de baas van de boekenwinkel zijn, dan mogen we toch zelf bepalen wat we ermee doen? Ja. Nou, ik vind een snoepwinkel veel leuker dan een boekenwinkel. Wat wil je dan doen? Kunnen we de boekenwinkel toch ombouwen tot een snoepwinkel? Ja. Ja, best goed idee. Ik ben wel wat bouwvakkersvrienden. Hoe gaat het, hè? Ja, gaat het wel goed, Wilfred. Mooi zo. En met jou, Piet? Hallo, Anthony, bouwvakkenvriend. Ja, we hebben een heel goed idee. Komen jullie even langs? We hebben wat hulp nodig. Oké, kom eraan. Tot zo. Kom op, mannen. Aan de tellen. Het is wel mooi geworden, hè jongens? Ja, echt wel. Ik heb nu echt zin om snoep te verkopen. Maar het is wel spannend, hè? Want de burgemeester komt de snoepwinkel zo openen, hè? Hallo, beste kinderen. Maar kijk, daar is hij al. Het is mij een eer om deze mooie snoepwinkel te kunnen openen. Hallo, beste burgers en kinderen. Ik verklaar bij deze de snoepwinkel voor geopend. Hey! Dagen later komen de ouders weer thuis. Huh? Oké, we gaan kijken wat dit is. Nee, hemeltje!
Thijs! Jasper! Anna! Wat heeft dit te betekenen? Dit kan echt niet hoor! Ja, maar wat? Pap, mam, kom er maar heel even bij. Pap en mam, we vonden een snoepwinkel veel leuker dan een boekenwinkel. Dan konden jullie wat meer geld verdienen en konden wij ook mee op vakantie. Dat willen we ook heel graag. Ja, yeah, daar heb je eigenlijk wel een punt. Ja. De volgende dag stonden de ouders dan ook erg blij in hun snoepwinkel. Suiker of gewoon een klein beetje suiker?